Hier gaat vanmorgen een rally van start. Het is een bijzondere rally. Kan je daar iets meer over vertellen? Dit is de Business Tour. Al 13 jaar lang organiseren we deze rally. Wij zijn gevestigd in Almelo, dus in Hengelo, Enschede gezeten en nu in Almelo, dus Almelo's bedrijf. En vroeger was het de Business Tour Twente. We rijden altijd door Oost-Nederland, Duitsland en nou ja, kijk om je heen. Een 70-tal auto's doen hier aan mee. Juist. En met wie heb ik hier vanmorgen van doen? Mijn naam is Frank ten Bokum. Ik ben van Because. Because is de organisatie die dit al jarenlang organiseert. We doen heel veel rallies, heel veel andere evenementen ook, maar zeker ook heel veel rallies. 6 eigen rallies hebben we en ook dingen in opdracht van bedrijven. En ik doe dat met een heel team, dus ik doe het zeker niet alleen. Heel veel mensen hier hard aan het werk nu om alles in gereedheid te brengen. En er is ook een goed doel aan verbonden. Kan je daar ook iets over zeggen? Ja, wij doen al die jaren iets voor een goed doel. We hebben al heel veel goede doelen gesteund in alle jaren. En sinds vorig jaar is er een nieuwe stichting opgericht, de Smiles Foundation. Dus om kinderen die in een bepaalde situatie qua gezondheid of thuissituatie zitten, om die een hele mooie dag te bezorgen. En dat is komend weekend voor de eerste keer. Dus heel veel van onze deelnemers zullen daar ook zijn met hun mooie auto. Of hebben een bijdrage in financiële zin geleverd. Om in Rosmalen die kinderen een onvergetelijke dag uit een gezinshuissituatie een mooie dag te bezorgen. En hoe laat gaan jullie van start vanmorgen? 9 uur. Dus wij gaan zometeen beginnen met de briefing. Gaan we alles even uitleggen, want sommige mensen zijn zeer ervaren, maar er zijn heel veel mensen die het nog nooit gedaan hebben, dus het is echt wel ingewikkeld. En ja, dan gaan we zometeen alles even uitleggen. En is er ook nog een prijs aan verbonden? Ja, eeuwige roem. Dat sowieso. Nee, geld valt er niet te verdienen. Je krijgt een mooi schildje. Dit gaat om een leuke dag. Ik bedoel... Er zijn ook leuke prijzen te winnen. Dus wat dat betreft, ja, de mensen die meedoen zijn een beetje gevarieerd. Ik denk dat het grootste gedeelte, ik denk wel 80% is puur voor de gezelligheid. En 20% probeert ook echt wel gewoon de prijs in de wacht te slepen. Vandaag is natuurlijk mazzel dat het prachtig weer is en daar hopen we altijd op. En het lukt gelukkig heel vaak wel. We zitten altijd in deze tijd van het jaar. Ja, ik snapte dat het om de eer gaat, maar ik dacht een titel of zo. Nou, ze krijgen een mooie beker, een mooie schild, een fles champagne. En een mooie dag. Maar winnen vinden ze toch belangrijk. Het zijn allemaal ondernemers, dus dat zijn winnaars. Er rijdt heel veel modern spul mee, heel veel Porsches. Maar ook ja, hele exotische oude auto's. De Elvis uit 1935 rijdt mee. Dus ja, mooie oude Amerikanen. Dus ik zou zeggen, laat de beelden spreken. Ik hoop dat het een hele mooie dag wordt en dat ze vanavond om hoe laat terug zijn? Als het goed is, vanaf 5 uur ongeveer in de Lutte gaan we finishen. Maar de ervaring leert dat ze ook nog wel 6:30, 7 binnenkomen druppelen. Maar ik adviseer altijd niet te laat, want dan mis je het leukste deel en dat is de borrel. Dus ik hoop op tijd. Mijn naam is Martijn. Het is een superleuk en gezellig evenement. Met veel leuke mensen. Ja, en de dagindeling is gewoon genieten. Lekker rijden. Mooi eten. Ja, gewoon een geweldig evenement. Ja, dan rijden we dus eigenlijk door Nederland. Meestal een stukje Oost-Nederland. En dan vandaag ook een stukje Duitsland daarbij. En wat ik heb begrepen is dat we afsluiten in de Lutte.